verdammt nochmal, die 3DS ist ganz gut, Jörian! Es ist toll und geil! Verdammt nochmal! Nou, Jurien heeft hem uitgebreid mogen spelen, de Nintendo 3DS. Ik denk dat Nintendo zo'n beetje de drugsbevolkste stand heeft ongeveer van de E3. Het is chaos hier, overlopen mensen. En er zitten verschrikkelijk leuke meisjes achter bureaus waar je de Nintendo 3DS kan spelen. Wat heb je allemaal gespeeld? Te veel om op te noemen, een stuk of 20 titels. Het was niet allemaal speelbaar, er waren ook demo's bij. Maar ja, ik moet zeggen, ik ben behoorlijk onder de indruk. En nou is mijn vraag aan jou. Kan je nou even vertellen, hoe werkt het en werkt het echt? Is het echt 3D, weet je, hoe je het ziet? Ja, het is niet een goedkoop effect of zo. Je ziet gewoon 3D. Net als dat je in de film Avatar 3D ziet. Dus... Maar hoe kan dat? Je hebt geen bril op. Ik begrijp helemaal niks van de techniek. Het komt erop neer dat je het beeldscherm zendt het beeld twee keer uit. De ene gaat alleen maar naar je linkeroog, de andere gaat alleen maar naar je rechteroog. En in je hersenen wordt daar weer een 3D-beeld van gemaakt. Dat betekent wel dat je precies op die plek moet zitten. Waar het linkersignaal het rechter heel erg voor zit. Dus. Ja, dus als soms had ik het idee van ik zie het een beetje dubbel en dan moet je een beetje bewegen. Aanpassen. Zeg maar. Dat is wel zo. Het is niet, sowieso niet, het is maar vanuit één hoek en dat is rechter voor. Dan zie je het. Welke game kan je nu eventjes, je hebt er 20 gespeeld. Wat vind jij tot nu toe de beste, de mooiste eruitziende, zoiets dergelijks? Ja, mooiste eruitziende Kid Icarus en Metal Gear, dat was een demo, ze allebei demo's. Metal Gear was toch wel de mooiste, denk ik. Die was echt, de kwaliteit was heel hoog van de graphics. Het is niet alleen een 3D versie van de oude DS, dus het is echt een hele nieuwe console met een hele nieuwe... Ja, het is een sterke processor. Ja, absoluut, absoluut. Het is echt PSP kwaliteit of hoger in de mooiste games. Ja, ik zag ook een analoge stick. Hoe heb je daar al mee kunnen spelen? Ja, perfect. Echt heel... bij de PSP heb ik wel eens dat mijn vinger dreigt eraf te glijden of zo. Heb ik hier niet bij. Zit hier een kuiltje in, hè? Ja, en hij geeft niet zoveel weerstand, dus hij duwt niet terug, zeg maar. Okay. Dus je duwt je vinger rustig in de stand waarin je wilt sturen. En, heel, heel fijn. So, and who is your favorite reporter? You guys. Who else? Because he has a Nintendo. He has a Nintendo tattoo. And you guys have hat, and he has a nice camera. What's not to love? Oh, yeah. Oké, we kunnen eigenlijk heel spreken van een nieuwe handheld. Ja, dat ook is het. Ook al zit nog steeds de DS in de naam. Ja. Ik bedoel... Nee, het is zoals de Game Boy en Game Boy Advance. Zo zou je het kunnen zien. Het is echt een stap omhoog plus 3D effect. Wat er ook nog in zit trouwens, is hier nog niet gedemonstreerd. Twee bewegingssensoren. Dus zullen ook nieuwe spellen mee mogen worden. Wat wel, ja? Ja, ik heb nog één vraag. Ja. Slurpt dat 3D gebeuren en niet onwijs veel accu? Die vraag had ik ook. Ik heb hem gesteld. Ze gaan dan weer 10, 15 uur met 3D effect aan. Zonder zelfs meer, dus heel goed vergelijkbaar met de DSi. Hey gast, er zit ook een fototoestel in. Ja. En dat zijn we natuurlijk gewend van de DS, maar er zitten twee fototoestelletjes in. Ja, en waarvan één met twee cameraatjes weer werkt, waardoor je dus 3D foto's kan maken. En dat werkt ook nog best wel goed. We hebben een paar foto's gemaakt met zo'n bootbape en dan kun je zo doen. En dan zie je echt dat die hand door de camera eigenlijk gaat zo'n beetje. Dat is echt heel tof. Ja, het is grappig, maar het is wel spielerij. Hè? Je kan er verder niks mee. Ja, je kan er niks. Maar heb je enige idee wat voor soort camera erin zit? Hoeveel megapixel dat is? Weinig. Het is echt om mee te spelen. Het is niet om op je HD-TV 3D te gaan. Nee. Ik vind het leuk. Het is vrij eenvoudig dat het zo in IDS kan. Het is grappig, weet je. Je kan ermee spelen. Daar is het voor. Oké, allerlaatste vraag. Ja. Wanneer komt die uit en wat gaat die eigenlijk kosten? Wat het gaat kosten, geen idee. Wanneer die uitkomt wel, 2011. En afgaan op een opmerking van Miyamoto, van dat we volgend jaar naar de E3 onze 3DS mee kunnen nemen, zal het al voor juni zijn. Dus eerste helft 2011 lijkt me heel waarschijnlijk. Okay, you're here at E3 and we are with Power Unlimited. Woo! Power Unlimited. That's just awesome. You got some serious talent. One more time.